Veel Dordtenaren komen hier in en om de paddenstoel zomers de verkoeling zoeken. Toch zal dat komende zomer helaas ergens anders moeten, want de bodem is vervuild. Daar kwamen ze achter bij de renovatiewerkzaamheden van de paddenstoel. En nu moeten we wachten tot volgend jaar zomer, tot we hier weer kunnen plonzen. Dat is ook tot onze spijt zo. Heel jammer, maar het is het beste als je dit toch aantreft om dan toch te gaan beginnen met die werkzaamheden. Om in ieder geval de volgende zomer open te kunnen. Bij het begin van de werkzaamheden moet je ook spatels in de grond steken. En als je dat gaat doen, dan ben je verplicht om dat onderzoek te doen. En er kwam tot onze grote schrik kwam daar vervuilde bodem uit. Het ligt wel op een halve meter diep. Dus we moesten wel even wat dieper graven, maar ja, het is een verrassing. Ja, dat zal voor een hoop teleurstelling zorgen bij veel Dordtenaren, denk ik. Ja, niet alleen bij de kinderen die hier zijn met hun ouders, maar ook voor ons als gemeente. Hè, want dit is natuurlijk een veelgebruikt badje. Ja. We hebben wel wat andere badjes in de omgeving. We hebben het Wantijbad hier om de hoek, de dubbel die binnenkort voor open gaat. We hebben wat speeltuinen met zwembadjes. Alleen dat zijn echter wel betaalde zwembadjes en dat is hier niet het geval. Dus ook voor ons als bestuurders is dit een meer dan vervelende boodschap. Ja, dan heb je het over vervuilde grond. Toch iedere zomer heel veel kinderen en andere mensen. Is dat dan schadelijk voor hen geweest? Zoals het nu laat zien, niet omdat het op een halve meter diep zat. Maar we zijn natuurlijk wel gelijk de OZZ en de GGD aan het inschakelen. Om dat verdere bodemonderzoek te doen. En daar moet uit blijken wat de gezondheidsconsequenties zijn. Maar ik wil wel benadrukken, omdat het op een halve meter diep ligt, dat de eerste indruk is dat het geen gezondheidsproblemen heeft opgeleverd.